Nou, je ziet hier de kalkverf op de muur. Ik weet niet of je het goed kunt zien, het is een beetje donker hier. Wat ik zie zijn zeg maar de verschillende, ja, niet textuur, maar de verschillende vegen in de kalkverf. Het is een heel neutrale kleur. Die benadrukt eigenlijk nog het extra natuurlijke en duurzame karakter van de kalkverf. Nou, als je het wilt aanbrengen op stukwerk, zorg dat het stukwerk echt helemaal droog is. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Daarna, als het geschilderd is, laat het echt super goed drogen. En daarna is het wel wat oppassen met echt ja, vlekken, met echt vette vlekken. Die zijn wat lastiger van de verf af te krijgen dan normaal sauswerk. Maar voor de rest, laat de muren heel erg ademen. Duurzamer, natuurlijker, ecologischer. Verwachten denk ik ook geen wonderen van, maar het is wel een mooie ja, manier om het huis gewoon nog wat duurzamer te maken. En daarom wilde ik het even laten zien. Terwijl ik ook wel begrijp dat op video misschien lastig te zien is, zoiets moet je ook wel in het echt zien. Maar het grote voordeel is dat je het, ja, behalve dat je niet gewoon met de roller aan kunt brengen, gewoon weinig verschil zit met het aanbrengen van normale verf. Alleen het is dus veel opener, waardoor de muren echt ademen. Dus beter voor de vochthuishouding in huis. Mocht alle tips over de kalkverf, mocht je dit zien in YouTube, zal ik in het bericht zetten. En de link staat onder deze video.